Op zaterdagochtend 20 april werd bij het planten van een boom aan de Bernhardstraat in Mil een gasleiding geraakt. Omdat daarna een gaslucht werd geroken, werd de brandweer gealarmeerd. Na een inspectie door de brandweer werd ook de gasleverancier gewaarschuwd, die vervolgens de gasleiding repareerde. Na 3 uur was de Bernhardstraat weer voor al het verkeer toegankelijk.